Vandaag zijn we bij Veldhuis, een update. November waren we ook bij Veldhuis. En toen hebben we aangegeven dat de vijfde as onder de auto zou komen. Het is zover. Hij is bijna klaar. De vijfde as zit er inmiddels onder. En het is nu nog alleen nog een kwestie van de puntjes op de i. Vandaag gaan we even kijken hoe ze het allemaal voor elkaar gebokst hebben. Of die er helemaal onder zit. Of dat we niet een derde wiel aan de wagen zijn. Geert, kennen jullie uit het filmpje nog van november? En we zijn nu in de vestiging in Loosdrecht. En in Loosdrecht is een andere vestiging, het is iets kleiner. Ik weet ook niet hoe ze die vrachtauto hier op de trein hebben gekregen, maar hij staat er. Laten we gaan kijken, we gaan naar binnen. Gezet, eind november? Ja, ik denk zo'n beetje eind november. Begin december, denk ik. Begin december. Ja. En toen zei je al van ja, het is wel even werk. Ja, het is een heel klusje, ja. Maar goed, ja, uiteindelijk, je ziet hier, begint het resultaat zichtbaar te worden. Ja, ja. 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 Hey, want als je ons even meeneemt, hè, hij is hier op een gegeven moment naar binnen gereden. Ja. En dan gaat het beginnen. Wat is een beetje stap 1 geweest? Ja, in het begin is het eigenlijk stap 1 om het zo te zien, toen de jongens alles demonteren, zeg maar, om uiteindelijk de uitlijnen te kunnen monteren aan de buitenzijde, die je daar ziet. Ja. Dat is een chassisversterking, omdat uiteindelijk komt een as achter, dus dan worden de chassiskrachten nog een liter hoger. En dat ondervangen we door dan een uitlijnen te monteren. Daar beginnen ze eigenlijk mee alles te demonteren en die te plaatsen. En dan de volgende stap is eigenlijk alle grote onderdelen in de zin van de asophanging, de as zelf te monteren. En nu zie je in de fase van echt de hydrauliek aan te sluiten, de besturing aan te leggen, ja, en de luchtleidingen voor de remmerijen aan te sluiten. En uiteindelijk volgens de hefwalgen en alle details daarom. Zeg maar, ja. En dan zeg je net, hè, dat je hebt het chassis aan de onderkant feitelijk verstevigd, over een lengte van, nou, pak een beet. Ja, van de lengte, ja, als je het uit de zak dan zie je dat het 5 meter is sowieso. Ja. Dat is eigenlijk het tweede voorraad toe, zeg maar. Ja. En dan heb je dus eigenlijk alles wat erop zit, hou je eraf? Ja, dat demonteer je eigenlijk en dan leg je los en dan schuif je van achterzijde, schuif je er helemaal onder, tussendoor en er weer tegenaan en dan bouw je alles weer terug, zeg maar. Nou, hier zie je dus die versteviging over de hele chassislengte, dat helemaal door. Tot hier. Oké, en dan zit hij erop. Ja. En dan is de volgende stap dus... Ja, eerst in principe alle basiscomponenten weer terugplaatsen, zeg maar, tegen de uitlijner aan. Sommige dingen moeten aangepast worden omdat de uitlijner natuurlijk zit en dan is de plek wat beperkter geworden. Ja, ja. En dan gaan de componenten voor de as, dus de asophanging, een plekje krijgen. De luchtbalgsteunen, de hefbalgconstructie gaat er allemaal gemonteerd worden. En dan wil ik zeggen, ja, de laatste stap is dan de sturing aanbrengen en of de luchtvoorziening voor de remmen. Ja. En alles, de computer in de auto, die snapt het allemaal? Ja, die gaat het ook allemaal snappen. Die gaat het ook allemaal begrijpen. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja. Hey, nou zeg je net, hier in het midden zit dus een hele constructie om stabiliteit. Ja, uiteindelijk deze hydrauliek ventiel, die weet uiteindelijk waar de visé is. Daarmee kun je dan uiteindelijk de hoeveelheid olie naar de stuurcilinder bedienen. En of die krijgt weer de communicatie van voor om te weten waar de voorras is, dat die in verhouding blijft sturen met voor, zeg maar. Ja. En hier in het midden is een luchtbal gepositioneerd die uiteindelijk, als je op hoge snelheid gaat rijden, dat die uiteindelijk de hydrauliek ventiel een commando geeft dat die stopt met sturen. En of dat de as positioneert in het midden. Ja, dat er niet erachteraan zwabbert. Nee, dat hij niet dat hij een zwabberasje wordt, zeg maar. Dat je ingehaald wordt door je eigen as. Klopt. Dat idee. Klopt, ja. Ja, mooi. Ongelooflijk. Oké. Okay. Hey, en dan is het dus nu eigenlijk feitelijk een beetje de laatste loodjes. Laten we eens kijken, de laatste loodjes. De jongens zijn nu de hydrauliek aansluiten, de kabels aan het leggen. Ja. Ja, en dan de wielen erop en richting de aflevering. Tikken lopen. En of de volgende station. Ja, zeker nog een volgende station, want we zijn nog niet klaar in, hè? We zijn er niet klaar. Hey, en die wielen die eraf zijn, gaat het gewoon puur voor de montage? Ja, het is puur voor die jongens, die doen eigenlijk altijd.
Ja. Ja, om een keer erop zetten, want dan hebben ze ruimte, de sleutel ideaal. Ja. Ja, ja, ja. Anders dan, ja, is het gewoon lastig. Ja. De andere wielen liggen buiten, zijn we ook klaar. Ja, ja, ja. Dat is het minste werk, zeg maar, omdat dat ding. En hoe verdelen jullie het werk onderling? Hebben jullie verschillende mensen met vakkennis of is het één project? Ja, uiteindelijk, Nick, je bouwt zijn auto denk ik helemaal vanaf het begin tot het eind. Ja, ja. Ja, dat is uiteindelijk ook het leuke voor de jongens zelf, ja, zeg maar, om het totaalplaatje te kunnen doen. Zeg maar. Ja. Dan hebben ze, ja, een stuk mechanica, een stukje hydrauliek, een stukje elektronica, een stukje lucht. Alles het hele totaalpakket, zeg maar. En dat, ja, dat maakt het werk ook interessant, denk ik. Ja, ja, zeker. Je stuurt de as, hè, die er achteraan zit. Ja. Dus wij hebben natuurlijk echt helemaal niks te maken met gewicht, neem ik aan. Nee. Dus bij ons is die echt voor de... Eigenlijk heb je deze as ook al niet meer nodig. Oh, okay. Die heb je niet nodig. Oh. En dan zou het ook al gaan. Dan zou het ook al gaan. Maar ja, dan ziet hij natuurlijk op die 12 meter lengte er een beetje lullig uit. Ja. Maar die laatste as, want de grootste functie waarom die kan sturen, is dat we op die lengte van 12 meter dat achterkantje te krijgen. Ja, dat hij het helpt inderdaad om wat makkelijker te rijden. Hij wordt wat wendbaarder. Ja. Oké, okay, top. Hij wordt makkelijker te rijden. Ja, 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 dat gaan we zien. Want je kan zo meteen die as, hoe noem je dat nou? Een gestuurde naloopas? Een gestuurde naloop. Ja, een hefbare gestuurde naloopas. Dat is eigenlijk hefbare gestuurde naloopas. Dat is de complete term, zeg maar. Oké, okay, dus het is, ja, een, ja, naloopas die stuurt en die ook kan heffen. Die ook kan heffen, zeg maar. Als je leeg bent, kun je die as nog heffen, ja. Ja, ja, ja. Oké, okay, interessante term. Gestuurde. Ja, enkel lucht ook. Ja, enkel lucht. Hefbare gestuurde naloopas. Ja. Oh ja, dat is natuurlijk ook. Ja, we bouwen, ja, ook de dubbele lucht variant weer. Dus dan heb je een dubbele lucht hefbare. Jammer. Zou ik eens een beetje doorlopen? Nee, wacht maar. Hop. Even een kabeltje naar beneden. Helm op. Volgende week gaat hij naar Ematri in Barneveld. Dan gaan we hem onthoofden. Dan gaan we de cabine in tweeën zagen. Dus like even deze video. Abonneer je op dit kanaal als je alles wil volgen. De komende maanden gaan we echt aan de slag. Het wordt een heel bijzonder verhaal. Het wordt bizar. En ik zie jullie in de volgende video. Bye.